Ooit was ik een levend wachtervrouw en ik hield de wacht vaak alleen. Zo kwam het dat ik niet bang was toen een andere leeuw plots verscheen. Hij zei dat hij wijsheid en macht had en wie het machtigst is krijgt de troon. Met hulp van mij en mijn brul waren wij de juiste persoon. Ik vond zijn ideeën aantrekkelijk, daar slechts ik hier degene ben met macht. Maar die leeuw had zo zijn reden en hij had een vriend onverwacht. Een bond mij toegebracht, leider van de wacht. De leeuw kon de bond wel genezen, zolang ik zou doen wat hij zei. Maar toen sloeg ik door en mijn bril was dodelijk voor allebei. Ik verwachtte dat mijn hand zou klinken, ik redde ons van dat venijn. Maar Mufasa, hij noemde mij Scar, ik wist hij zou mijn koning niet zijn. Mislukt toen mijn bril verdween. Mijn tweede plan echter wat slaagde, Mufasa helaas ging heen. Als het Simba geval niet zou leven, was ik koning hier en terecht. Maar u wordt de strijd met Simba en Kayon beslecht. Zo heb ik het bedacht, als sinds de en gaat er leven.